Zo, beste kijkers, welkom bij de 13e aflevering van Sassendonk TV. Hans neemt ons vanavond met naar het prinsenbal van de Gleubenschoevers. Hé, Wiegel. Top, jongen. Dat hoef je voor elkaar technisch gezien. En we gaan er vanavond eens even een mooi feestje van maken, hè. We zijn hier bij de Honden en de Gleubenschoevers. Eens kijken wat ze nou weer uit de bus toveren. Ga weer naar binnen, Wieg. Kom op. Ja, weer. Ik ga er altijd met. Hey, hallo, hallo. Hans, wat heb je een mooie rug, hè? Wat heb je hier op staan? Goedenavond. Van het ontvangstcomité. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Hey, joh. Hey. Met plat, met platje op stap. Ja, met een plat. Ja, hé. Hé, laat me niet op hangen. Hé, Hans. Dat is Batsen eigenlijk. Ik denk ik van Batsen. Ja, ik heb vanavond andere verplichtingen. Maar wij wachten wel vaker op jou dan jij op ons. Nou. Ja, dan moet ik hier nog mee. Ontslaan. Dus jullie zijn dan ook uitgenodigd bij deze. Hey, dank u wel voor de uitnodiging. Heel fijn. Toppie. Dat vind ik altijd weer een mooi gezicht, hè. Zo'n opkomst van al die verenigingen. Karelsmeren, de Kierwelkers uit Westerholten. Met de 60e stoel is met Angela en Wilhelm Roland. Thank you.
hoogheid hier, en misschien overval ik jullie, maar daar hou ik wel gewoon van, die nog even een kort woordje naar onze hoogheid wil. Dus ik wil jullie allemaal een hele fijne avond wensen. En u mag hier lekker de zaal in en daar gaan feesten. Dankjewel. Dat vind ik mooi. Hier wordt even mijn vlekje verwerkt. Nou, applaus. Het spiegelt zich alsnog. Van harte gefeliciteerd met jullie 11 jaar jubileum. En maakt een heel mooie avond met z'n vrienden. We gaan in op ramp toe, want je heeft toen zijn keer zijn contactlens in de slik, maar hij mist nou zijn pinnigie. Dus misschien even met de verkeerde kanten met de pinnigie gekeken. Welke pinnigie? De pinnigie, wat er van onze crayon. Ons pinnigie? Ons pinnigie. Oh. Wie gaat, en dat kan niet. Wie gaan er nou even met? Dat is een mooi ding. Ingewikkeld. Met die staf, met dat ding. Maar Ronald, die daar met zijn poort. Hij ging hier. En hij stuit en hij kreeg zo uit de lucht. Hij begreep het nog. Maar ik denk wel vriend, ik wil even de weet van. Dat is heel belangrijk. Bram. Ja. Bram, er is mij iets te oren gekomen. Vertel het eens. Je hebt met de verkeerde kant gekeken. Met de verkeerde kant? Ja. Die contactlensen zitten van achteren, ja. Maar daar kun je geen pinnigjes meer op zoeken. Waar nee, is onze nee, pinnen? Nee, dat klopt. Ja. Waar is onze pinnen? Ja. Ik heb hem eraan gedaan. Ja, zeg. En ik loop naar huis en hij werd onderaan de schoen. En toen heb je wel schud? Nee, in de auto kwam ik hem nog tegen, maar het plaatje was er al af. Dus je weet wat de consequenties ervan zijn, hè? Nee, dat weet ik niet. Als je van die goedkope dingen geeft, dan... Maar... Hey, schud, dat denk ik iedereen wel, met de goedkope dingen. Ik vind het wel, ik vind wel heel, heel jammer, want jullie hebben ons van de week wel hartstikke verrast, in ieder geval mij. Ja, daarom, dat bedoel ik. Met een geweldig bezoek bij de deurblazers. En er stiet maar één glaasje water tegenover, met afval. Jongens, die kreeg ons al drie kwartier uitstelling. Ik had de hele fles neergezet. Ja. Maar dan moet je ons aan de prodel, iedere keer. Ja. Iedere keer, dat was het al. Gisteren kreeg hem meer. Ik kreeg van ons een pinnen. Doet er maar twee. Je weet nooit met hem. Op straffen van een rondje. Oké. Uit kwiet raakt. Ja. Ook hij hem niet kwiet raakt. Och ja, ik wil het zelf. Je had me de woorden met de mond. Ook hij niet kwiet raakt. Ja, daar staat hij allemaal op. Ik kan me niet voorstellen. Ja, echt. Ja, ik kan me niet voorstellen. Je zit in hetzelfde graagje. Nee, ik zit niet in hetzelfde graagje. Ja, deelde hem maar eruit. Je hebt hem hartstikke duur om het lot te maken. Je hebt duur om lot te maken. En te vullen van die dingen dat je zoveel weggeeft. Oh, nee, een beetje collectors items. Ja, nee, ik heb hem. Dat we ja, die mogen we hebben in dan. Ja, dat bedoel ik.
Dat bedoel ik nog. Kijk, hij hangen bij elkaar, hè? Deze wel. Maar de collector's item... Ik heb hem wel vastzitten. Die heb ik wel, maar de kleine heb ik niet. Ja, kost hem rond die. Oh jee. Ja, noem maar meer die dan. Ik, Gert, ik zie dat die topper hiernaast weer ook nog in hier heeft. Nee. Als ze kan niet, hè. Wat je moet doen om dat beeld vullen te kiezen, hè. Ik ben er trots op. Ik ben er trots op dat topper. Je weet nu de straf van wat erop staat? Ik geef ze gewoon een nieuw lepel. Het interesseert het dan niks. Ik heb mijn telefoon in Engeland zoeken ze de Big Ben, maar ik heb hem ontdekt. Ja, kom, dat is wat een ding. Een dikke jas. Ja, ik heb een kikker met de rechterkant van jou aan, hè? Jij hebt een rechtse. Ik heb die kop daar. Komt allemaal goed. Hey, Iwin, hand op. Ja, nee, dat gaan we doen. Nee, dat is goed. Ja. Kun je met de volgende jas met de trots dragen. Het hele jaar door. Ook in bedden. Nee, dat was die Soesa Gano. Hij heeft al twee luchtbedden verspeeld. Nou, dan gaat er nog een luchtbedden. Twee luchtbedden. Ja, en dan ben je daar met een plaatje geplakt. Voor iedere contact in zijn bruggen. Ja, ongeveer. Met muziek maken, hebben we een cool lucht nodig, hè? Ja. Nou. Nou, vanaf 10 januari beginnen we met Radio 11. 17 januari is TV Sassenhonk van harte welkom om bij ons aanwezig te zijn. Nou, maar alleen 17 januari? Ja, maar je mag ook de 24ste komen, je mag de 31ste komen, je mag Ik hoorde net, wisten dat wij Udenhoorn waren bij Nijmegen. Dan hoorde ik net dat er zei van jullie mogen Muil weer komen. Ja. Ja, maar ja, dat schiet ook, ja. Ja, dat kunnen nu Pulling voor Muil, terwijl ze weten dat je er niet bent. Hi. Ik kom even vragen of je volgende week op de carnavalsbeurs komt met Sassenhonk TV. Nou, allemachtig. We keren het nog druk. In de biertom van 12 tot 4, gratis entree. Iedereen komt. Tot middag. Eitje! Hooguit! Ik wil even een interview met je hebben gedaan. Dat wordt jammer. Ach jongen, dan toch niet. Hoe feest je nu? Goed, voor Jan. Nog 3 optredens. Ja. Hoogheid, de carnavalsvereniging, de Geuvenschool.
maken met wie u ons dit seizoen voor zal gaan? Natuurlijk wil ik dat. Ten eerste, adjudant Bokkie en adjudant Spijker. Van potten en padden, beschermheer van de KPC en de Lolbroeken, gerenommeerd afstammeling van het rijk Sassendoms carnavals en prinsengeslacht, maar bovenal prins der Gleubenskoepers doen proclameren. Ten eerste, dat ik met ontzettend veel trots, dat meen ik echt, en dat is fijn, de 40ste prins van deze prachtige vereniging mag zijn. Nou, Wieger, dat was het weer. Wie weet wie de hoogheid is. Prins Kokkie, jongen van Veldman. Dus wie bent Brimmel op de hoogte, wie gewoon weer. Ik hoor het commentaar weer van Wieger. Hey, hoi!